Hier was de moeilijke keuze om, zeg maar hier naartoe te leiden, naar dit laatste punt. En ik denk dat we zeg maar, weet je wel, iedereen was fucking dope, maar ik denk dat we echt een hele goede finale hebben gehad. Ik denk dat we alle drie wel zoiets hadden van, fuck, dit is wel wat lastig. Mijn winnaar, want het is natuurlijk, we zijn met z'n drieën en de meerderheid die geldt. Mijn winnaar, voor mij dan tenminste, heeft elke ronde heeft toch wel mij verbaasd. Elke keer iets gebracht waarvan ik dacht van shit, dit is echt iets wat ik zou kunnen draaien, zowel in een DJ set als thuis. Ik vond het muzikaal, het had body, het had een soort van twisted edge, het had een soort van, ja, ik vond het een beetje gek allemaal, maar gewoon heel erg hard. Ik ben heel erg benieuwd naar wat hij allemaal nog meer gaat maken. En daarom wil ik mijn stem geven aan Soul Pilot. Woe! Oké, ja, zeker. Dan mag harder gaan applaudisseren, hoor. Dat is veel geld. Dat geef ik hem aan jou. Ja. Oei. Ja, moeilijk. Ja, ik heb de hardste beats van de avond gewoon door de avond even van Ouchef gehoord. Er zaten echt een paar sluitmoordenaars, dus gewoon, we moeten eventjes een soort van e-mailactie doen om wat van die dingen te ontfutselen. Alleen ik had een beetje het idee dat je echte slopers in de finale al een beetje gebruikt had in de eerdere rondes. En toen had Soul Pilot toch wel echt een hele vette tune als laatste. Ik ga even niks zeggen en ga even mijn mic doorgeven naar te relaxed. En een trend zetten toch? Oké. Ja, het is ook weer heel moeilijk man. Maar aan de andere kant is het ook wel weer voor mijn gevoel heel duidelijk. Omdat ik heel erg ga voor originaliteit. En ik denk wel dat... ik hoop echt dat ik je naam goed zeg man. Hoe chef? Zeg maar gewoon wat, hè. Het klinkt gewoon, ja, het klinkt echt alsof je gewoon fucking mainstream kan gaan, weet je wel. Je kan gewoon shit gaan doen, weet je wel. Dus je moet het echt gaan doen. Of ja, je moet niks, maar ik zou het doen, als ik jou was. Je maakt die shit, dus waarom niet? Shit als in positieve zin, shit. En de Soul Pilot die verrast mij telkens met elke beat. Telkens denk ik, huh? Net kon hij met dit, net kon hij met dat. En zo, maar het is telkens heel, het klopt gewoon en het is ook heel tof. Telkens gekke shit gewoon. Soms kan je dingen niet uitleggen of zo. Het is een gevoel gewoon, het is originaliteit en dat vind ik heel belangrijk. De Soul Pilot? Ik ga denk ik voor Soul Pilot, ja. Dan laat je horen. Hou je hand op, man. Hou je hand op. 1, 2, 3, 4, 5. Hoppa. En hartelijk gefeliciteerd, homie. Fucking dope. Nog één keertje, mensen. Soul Pilot! Yeah. En sowieso respect aan alle deelnemers hier vandaag. Zoals ik al zei, via de e-mail nemen we nog contact op met jullie. Je krijgt al